Hoi, ik ben Harmke van de Gerestein Groep en ik ga je vandaag samen met Melanie laten zien hoe je makkelijk thuis een training kan doen. Je hebt er een paar dingen voor nodig. Een boodschappentas, wc-rollen en dingen die je als smicht kan gebruiken. Bijvoorbeeld een grote fles met wasmiddel, flessen drinken, pakken suiker en je kan het zelfs zo gek niet verzinnen. Verder heb je nog een bank en een trap nodig. Succes! Harmke zal hier twee oefeningen voordoen voor de benen. We beginnen met de squat. Daarvoor heb je nodig je boodschappentas en spullen om gewicht erin te stoppen. Je stopt de spullen in de tas. Je gaat staan met je voeten iets breder dan heupbreedte. Je houdt de tas goed stevig vast en je gaat eigenlijk zitten. Je zet je billen goed naar achteren. Je knieën komen niet voorbij de tenen. Je maakt je rug een beetje hol. Dat de billen goed naar achteren gaan. Span je buikspieren aan, trek je navel in. En bij het omhoog komen, het laatste stukje, span je goed je billen aan. Zorg ervoor dat je rug verder recht blijft, dat je naar voren blijft kijken. Om lichter te maken, gooi de gewicht uit. En wil je hem zwaarder maken, doe je er gewicht bij in. De tweede beenoefening is de lunge. Hierbij heb je weer je tas nodig met gewicht. Om het lichter te maken, gooi de gewicht uit. Wil je hem zwaarder maken, doe je er gewicht bij in. En dan zo zullen we nog een variatie laten zien met verhoging van de achterste voet. Je zet je voorste voet naar voren, goed ver naar voren. Aan de andere kant heb je het gewicht hangen en je brengt je achterste knie naar beneden. Zorg ervoor dat je heup in je knieën 90 graden buigen. Houd ook nu weer je buikspieren aangespannen door je navel iets in te trekken. Je rug recht. Je maakt je lang. En je kijkt recht vooruit. Dit doe je eerst met je ene been. En dan wissel je om. Tas aan de andere kant. En zet je andere voet voor. Als variatie op de lunge hebben we nog de bank nodig. Daarbij zet je je achterste voet op de bank voor de verhoging en maak je dezelfde beweging. Ook hier geldt weer, maak hem zwaarder door de tas te vullen, maak hem lichter door de tas weg te zetten. Span goed je buikspieren aan voor je balans en blijf met je bovenlijf rechtop. We gaan nu twee oefeningen voor de armen doen. Je kan dit doen met één fles, die hou je dan vast met beide handen. Je kan ook in iedere hand een fles nemen om hem zwaarder te maken. En je kan de eerste oefening ook eventueel nog met de tas doen. Dan vul je die met meer gewicht en dan pak je de tas bij de hengsels vast. Die versie gaan wij nu aan jullie laten zien. We gaan de biceps curl doen. Je gaat goed op je voeten staan, trek je navel een beetje in zodat je rug recht is. Je ellebogen zijn 90 graden gebogen. Je houdt de tas vast. En dan breng je je handen in de richting van je schouders. Dus je tilt de tas op door alleen de ellebogen te buigen. En weer naar beneden. Omhoog. En naar beneden. Dat ziet er van de zijkant als volgt uit. Let erop dat je je rug goed recht houdt. Dat je je navel ingetrokken laat. Zodat hij niet hol gaat trekken op het moment dat jij met de tas omhoog gaat. De triceps extension, die doen wij voor met één fles, maar je kan ook in beide handen een fles gebruiken. Je tilt de fles boven je hoofd. Zorg ervoor dat je schouders laag blijven, dat je rug niet hol gaat trekken. En nou laat je de fles achter je hoofd zakken. Hou hem goed vast. En weer omhoog. En je ziet dat bij Melanie alleen de ellebogen buigen. De rug staat verder stil. En de bovenarmen staan ook stil. We gaan een oefening doen voor de buikspieren. Je kan deze doen met een wc-rol, maar je kan hem ook zwaarder maken door bijvoorbeeld een pak suiker te pakken. Met een fles is het wat ingewikkelder, maar het moet vast kunnen. Je klemt de wc-rol tussen je voeten. Leg je handen achter je hoofd
en je benen alsof die op een tafeltje liggen. Duw goed je onderrug in de mat. Belangrijk tijdens de hele oefening dat je onderrug in de mat blijft liggen. Nou, strek je je benen weg. En kijk hoe ver je komt dat die rug niet loskomt van de mat. Ga je terug en pak je de wc-rol tussen je voeten vandaan. En je strekt weer weg. Wc-rol achter je hoofd. En zo ga je rustig heen en weer. Blijf controle houden dat die rug op de mat blijft liggen. En heen en weer. De volgende oefening is een oefening voor je core. Hiervoor heb je nodig wc-rollen. En wij gebruiken de matjes zoals jullie zien. Maar dit kan je thuis doen door een tuinstoelkussen te pakken of een deken op de grond te leggen. We beginnen met de makkelijke versie. Hierbij ga je op je knieën en op je ellebogen en kom je met je billen omhoog. Blijf naar beneden kijken, dus maak je lang. Een stapje verder is dat je de voeten neer gaat zetten. En dezelfde positie aanhoudt. Ga niet in je rug hangen, maar hou die in neutrale positie. Span die buikspieren aan. Om het nog iets moeilijker te maken, pak je de wc-rollen erbij. Hiermee ga je aantikken kruislinks. En om nog iets meer uitdaging erin te stoppen, maak je een torentje met de wc-rollen. We zullen nu een filmpje maken voor de conditie. Hierbij laten we twee oefeningen zien. Daarvoor heb je een trap nodig. De eerste is dat je gewoon omhoog gaat. In eigen tempo. En weer terugkomt naar beneden. De variatie daarop is dat je twee treden omhoog gaat en één naar beneden. Dan heb je ook nog de oefening dat je gewoon beneden kan blijven staan en bij de onderste trap twee verschillende variaties van op- en afstappen doet. De eerste dat je gewoon op en af stapt. Zorg ervoor dat je weer alles goed je voeten optilt. Deze kan je ook versnellen. De volgende is dat je om en om aan gaat tikken. Met een kleine sprong. Ook deze kan je weer versnellen. Het belangrijkste is dat je alles op eigen tempo uitvoert.